van droom naar realisatie. En dat vind ik eigenlijk een heel leuk onderwerp. Staffing Associates en de merken Career Factory, Happiness en Carrière zijn ook begonnen in een droom. En eigenlijk alles wat je om je heen ziet, is daarna mensen die eigenlijk die droom proberen te delen. Werken met franchise-nemers, werken in die verbondenheid. Daar zie je eigenlijk dat dat succesvoller is. En we zijn in ieder geval een van de snelst groeiende uitzendorganisaties in Nederland op dit moment. En als we nu proberen 5 jaar verder te kijken, waar staan we dan? Ja, we deden afgelopen jaar 60 miljoen. En over 5 jaar willen we staan op 200 miljoen. Je ziet hier een grote beker staan, maar hij wordt niet eerder uitgereikt dan de eerstvolgende franchise-dag in 2017. En dat is dan een beker voor de beste ondernemer. Je kan als collega kijken, ja, wat zijn successen die je vindt. Nou, het kan hoogste omzet zijn, het kan de meeste nieuwe klanten zijn, hoogste klanttevredenheid. En dan kan er volgend jaar kan er een beker uitgereikt worden. En degene die helemaal onderaan eindigt, ja, daar hebben we dan ook een prijsje voor. Hè? Maar dat gaan we ook niet verklappen dan van tevoren.